Nou, die Wilders, die kregen van alles naar zijn hoofd, hè. Ja, en nog steeds. Er zijn natuurlijk PVV-stemmers, die zijn helemaal niet tevreden. Die zeggen, ja, hij komt zijn beloftes niet na en noem maar op. En van links is het natuurlijk helemaal feest over Wilders. En die noemen hem dan een slappe hap. En die beginnen natuurlijk allemaal over zijn ruggengraat met de banaan. En Wilders is een draaimolen. En Wilders, die doet dan kiezersbedrog. En door mee te doen aan die nieuwe, zeg maar, noodmaatregelenwet. Ja, dan zeggen ze van, het is een knieval van Wilders. En ik heb zo'n beetje het idee van, nou, ik vind dat nogal meevallen. Ja, ik bedoel, hij is een politicus. Hij zet natuurlijk eerst zwaar in, dat heeft hij gedaan. Hè? En ik ben, nou, je weten jullie wel, niet op alle punten een Wilders-fan, maar wel op het gebied van asiel. Kijk, daar heeft hij dus heel zwaar op ingezet. Daar heeft hij gelijk in. En toen hij zag, dat is gewoon geen knieval en ook niet een draaimolen. Hij heeft gewoon heel simpel nagedacht en heel verstandig nagedacht. En toen dacht hij, nee, dat gaat natuurlijk nooit lukken. Want vergeet niet hoeveel drempels die had, hè. NSC, met die omzicht. Die wil er al niet meedoen. Dan heeft hij die Eerste Kamer waar hij nog langs moet. Dan heeft hij nog de Raad van State. Moet hij ook nog langs. En dan heeft hij eventueel nog rechters die daarover kunnen beslissen. En toen dacht hij, ja, toen heeft hij natuurlijk gedacht, die wilde ze, ja, hallo, hé. Dat is te veel tegenwind. Ik heb daar geen zin in. Nee. Laat ik maar even een beetje bijsturen en zorgen dat het er wel doorheen komt, maar dan op een andere manier. En dat heeft hij nu gedaan. En vergeet niet, hè. Al die tijd, de laatste 20, 25, 30 jaar, is er op asielgebied bijna niks gebeurd. Ze hebben het allemaal maar hun gang laten gaan. Al die kabinetten, ja, kom maar binnen met je knecht en ga maar zitten en we betalen je en noem het maar op. En nu gaat er eindelijk iets gebeuren. Dus dat is dan toch enorme vooruitgang op dat terrein. En daarbij, stel dat de helft, want iedereen zegt, ja, kan het allemaal wel, die maatregelen. Stel dat de helft nou niet doorgaat, maar die andere helft gaat wel door. Dan is dat nog altijd heel veel meer dan er tot nu toe is gedaan aan het asielgebeuren. Dus ik denk alleen maar winst. En ik heb het jullie ook gevraagd. Heeft Wilders het goed gedaan met dit nieuwe compromis? En wat was de uitslag? 38% zei nee. 62% zei ja. En ik sluit mij aan bij die 62%.